Hallo, hallo. Vandaag zou ik het graag hebben over mijn hoofdstuk, maar ik weet niet of dat lukt. Normaal gezien komt er zo iets in beeld. Oké, maakt niet uit. Ik vertrouw erop dat het lukt. Vandaag ga ik het hebben over mijn boek Spreek. Het werkt. Nu zie ik het. Oké. Vandaag ga ik het hebben over mijn boek Spreek. Ik heb al hoofdstuk 7 besproken. Ik heb ook al hoofdstuk 4 besproken. Vandaag ga ik het hebben over hoofdstuk 12. En dat is eigenlijk over angst. Hoofdstuk 12, angst. Doorheen mijn periode van nuchter zijn, maar ook in de periode dat ik eigenlijk nog veel alcohol dronk, ben ik vaak in contact gekomen met angsten. Iedereen heeft wel af en toe een keer wat angst. En ik wil gewoon even meedelen hoe dat ik met die angsten ben omgegaan. Het kan u misschien inspireren om ook op bepaalde andere manieren met die angst om te gaan. Sowieso, elke mens heeft ergens angst in zijn leven. Ik ga ook zeggen, misschien op voorhand vleekrekken filmknop genomen, dat was ongeveer 20 minuten over mijn hoofdstuk 7. Dan heb ik hoofdstuk 4 uitgelegd, dat heeft een half uur geduurd. Dus ik weet niet hoe lang dat vandaag gaat duren, maar ik wil gewoon de zaken die ik geleerd heb met de mensen delen. Ik heb ook het idee om elk hoofdstuk van mijn boek te gaan bespreken. Maar ik doe gewoon hoofdstuk per hoofdstuk. Oké, dus iedereen heeft ergens angsten, geloof mij. Doorheen mijn leven zijn er ook heel veel angsten opgekomen. En een van mijn grootste angsten in de tijd was nuchter worden. Mensen vroegen vaak aan mij, Micha, ga je nu nooit meer drinken? Geloof mij, als je zo'n vraag op je taloor krijgt van ga je nooit meer drinken, is niet zo simpel om mee om te gaan. Dus wat was er bij mij? Dan waren er overtuigingen die bij mij opkwamen van ja, maak ik mezelf iets wijs? Ik hoop ook dat ik niet ga hervallen. Ik hoop dat ik niemand ga teleurstellen. Waar ben ik nu aan begonnen? En als wij bepaalde beslissingen nemen in ons leven, dan gaan die altijd gepaard met angsten. En ik heb eigenlijk gewoon geleerd om de laatste jaren op een nuchtere manier met mijn en bewuste manier met die angsten te leren omgaan. En wat ik eigenlijk ook geleerd heb, is dat we eigenlijk onze angsten moeten leren omarmen. De meeste mensen hebben angsten en hebben zoiets van, oh nee, ik wil dat niet. En eigenlijk moet je naar je angsten ergens leren luisteren. Je moet ergens contact maken met die angsten en die gaan omarmen. Want op die manier ga je eigenlijk anders naar de zaken kunnen kijken. Bijvoorbeeld, het is belangrijk om dingen te omarmen op welke manier. Bijvoorbeeld, ik heb jarenlang ontkend dat ik een alcoholprobleem had. Van, oh nee, kijk ik geen probleem met alcohol, kijk ik geen probleem met alcohol. Op een dag dat ik dat probleem heb omarmd, is er eigenlijk een andere wereld open gaan. Ben ik op een andere manier met die zaken leren omgaan. En dus uw angsten, elk mens die daar dat filmpje hier kijkt, die heeft angsten. Elk mens heeft dat. En het is gewoon op welke manier dat je met die angsten omgaat, dat gaat bepalen hoe dat je leven er ergens gaat uitzien. Een van de eerste angsten dat ik had, als ik dat stopte met drinken, was zo de angst voor het onbekende. Opeens moet je uw tijd anders gaan invullen, gaat dat lukken? En dat was vaak niet zo simpel. En heel vaak zijn mensen onbekend, is vaak onbemind. Maar ik kijk eigenlijk op een nieuwsgierige manier naar het leven. Wij hebben allemaal angsten en zo, maar je kunt eigenlijk op een positieve manier naar dingen kijken. Als je bijvoorbeeld een berg gaat beklimmen, dan kun je zoiets hebben van, oh nee, die berg, dat is kwee nieuw lastig en kan eraf vallen of zo. Maar je kunt er ook een andere manier naar kijken van, oh yeah, nice, ik ga hier gewoon een berg beklimmen, hoe cool is dat? En het is eigenlijk, in alles is dat zo, het is de manier waarop dat we naar iets kijken dat alles bepalend is. En ik heb zo het leven beginnen zien, nuchter was excitement. Van, oh yeah, hoe ga ik dat hier nuchter aanpakken? En ik weet dan nog de allereerste keer dat ik zo een vrouw ging gaan versieren. Dat was van, hoe ga ik dat hier doen? Ik was dat niet gewoon nuchter. Vroeger deed ik altijd wat zat. En op die manier begon ik zo op een andere manier met zaken om te gaan. Dat was een van de angst voor het onbekende. Ik had bijvoorbeeld ook angst om mezelf teleur te stellen. Als je de beslissing neemt om te stoppen met drinken of zo, of nuchter te worden, dan komt er een bepaalde angst in u van, gaat dat wel lukken? Stel dat het niet lukt, ga ik iemand teleurstellen? Dat is zo, ik heb ooit die beslissing genomen van stop met drinken en dat ging gewoon met allemaal angsten gepaard. Het is eigenlijk een angst om uzelf teleur te stellen of mensen teleur te stellen rondom u is gigantisch groot. Heel vaak
zetten mensen, andere mensen op de eerste plaats, in plaats van jezelf op de eerste plaats zetten. Mensen zeggen vaak, ja, ik ga dat niet zeggen, omdat ik die andere persoon niet wil kwetsen. En ik ga daar ook eerlijk in zijn, ik heb dat soms ook. Ik heb soms zoiets van, ja, eigenlijk zou ik moeten zeggen wat ik echt denk, maar ik durf niet, omdat ik misschien bang ben om die andere mensen te kwetsen, of omdat ik bang ben om die teleur te stellen. Maar het is eigenlijk heel simpel, als je bang bent om andere mensen teleur te stellen, als je je eigen waarheid nog altijd niet gaat spreken, dan ga je jezelf teleurstellen. En daar gaat nog altijd in een boek over, is van, geef leven aan je waarheid. Dus we zijn allemaal, we hebben allemaal angsten. En bij mij is er eigenlijk heel veel veranderd nadat ik 5 maanden nuchter was. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik in mijn leven echt alleen op reis ben geweest. En dat was in januari, dat was eind december 2011. En ik heb dan voor de eerste keer van mijn leven een vliegtuig op mijn alleen genoemd, Pijsk. En ik heb zo'n taal geboekt in Egypte voor 5 dagen. En ik had eigenlijk 1 boek mee. Ik had 1 boek mee, ik ga het 2 seconden bij aan. En dat was De Kracht van het Nu. Ik heb hem hier. De Kracht van het Nu ligt altijd dicht bij mij. Ik weet nog niet of dat spiegelschrift is of niet. Maar De Kracht van het Nu van Eckhart Tolle is een boek die mijn leven heeft veranderd. Je ziet dat ook, hè? Ik lees mijn boeken gelijk een beetje een freak. Ik onderstreep, ik weet niet hoeveel en al. En ja, ik heb een boek ooit gelezen, 5 jaar geleden. Die boek heeft mijn leven veranderd. Die boek heeft mij eigenlijk geleerd dat wij als mensen angst hebben, dat oké is. Maar die heeft mij eigenlijk geleerd om in het nu te leven. We moeten nu leven. En heel veel mensen leven met het idee van, ah ja, ik ga dat doen als dat. Ik ga dat doen als dat. Ik ga dat doen als dat. En eigenlijk in het leven, hè, moet je er gewoon voor gaan. Als je een idee hebt of zo, hè, bam, je moet er gewoon voor gaan. Angsten gaan we altijd hebben, maar het is de kunst om in de angst te stappen, om in de angst te treden. En ik ga even iets tekenen. Dat is... Ik bereid nooit echt dingen voor en ik voel gewoon altijd wat erop komt, maar ik ga gewoon iets tekenen. En ben bezig, geen probleem. En ik... Angst. En heel veel mensen zitten hierin. Heel veel mensen zitten in die angst en eigenlijk durven ze niet te springen. En wat ik eigenlijk probeer te doen in het leven, is altijd durven springen. Want het is altijd door nieuwe ervaringen aan te gaan, dat je zaken gaat leren. En De Kracht van het Nu, die boek heeft mij daar eigenlijk bij geholpen. Die boek had zoiets van, ja, wat wil je nu doen? En ik zei, ja, dat en dat. En wel, doe dat gewoon. En eigenlijk een dag nadat ik die boek had gelezen, een dag dat ik vanuit Egypte terug was gekomen, had ik eigenlijk mijn ontslag geboden op mijn huidige job, 5 jaar geleden. En dat was gewoon omdat ik zoiets had van, kijk, ik voel dat er iets nieuws op mijn pad komt. En dan natuurlijk, wat gebeurt er, hè, als je je job opgeeft? En dat is wat de meeste mensen niet doen. Hè. Mensen gaan pas hun job opgeven als ze iets anders hebben. Ik was daar anders in, ik had zoiets van, boem, dat interesseert mij niet meer. Ik ga gewoon ermee stoppen. En heel vaak zijn mensen daar niet mee akkoord, want ze zeggen van, ja, kunt u niet aan iets nieuws beginnen als het vorige niet is afgesloten? Of zeggen van, ja, je moet eerst iets nieuws hebben vooraleer je het vorige kunt loslaten. Maar ik ben er niet echt mee akkoord. Je moet nog niet iets nieuws hebben. Dat is gelijk dat mensen een relatie zouden hebben. Het is pas als je iemand anders leert kennen, dat je dan bijvoorbeeld je relatie zou wegdoen of zo. Snap je? Ik denk zo niet. Ik heb zoiets van, als je iets hebt gehad of zo, als je een job niet meer wijs vindt, stop ermee. En dan komt er tijd, energie vrij en ruimte vrij om een andere job te vinden. En natuurlijk, ja, er zijn ook angsten dat je geen job kunt vinden. Een jaar en een half geleden zelfstandig geworden. En dat was ook een beetje een angst, zeker omdat ik graag sliep. Hè. Ik sliep vaak zo tot 10:30 s'morgens. Natuurlijk, als zelfstandige is dat niet ideaal. Met op mijn vorige job was dat ook niet ideaal. Als mijn vorige baas nu kijkt, dan is dat zo van, ah ja, oké. Maar dat deed ik dus nooit. Hè. Maar ik was iemand die graag sliep en zo. En als je zelfstandig bent, dan moet je werken, moet je ervoor gaan. En ik heb eigenlijk een manier gevonden in mijn leven om eigenlijk zo... Ja, echt discipline te hebben op mijn eigen manier. Hè. Bijvoorbeeld, ik werk heel veel en ik werk wat ik wil. Maar bij mij is dat niet zo van, ik werk niet van 9 tot 5.
Ik werk soms in de voormiddag, dan doe ik 3 uur niets en dan werk ik bijvoorbeeld tot 10 uur 's avonds of tot 12 uur 's avonds of tot 3 uur 's nachts. He, zeker als je boeken schrijft en zo, dan moet je discipline hebben in het leven. En, maar bon, ik ben nooit bang geweest om zelfstandig te worden, maar ik had zoiets van, kom, ik voel dat ik dat moet doen, bam, we gaan er gewoon voor. En dat is een beetje wat ik wil meegeven, en dat, is ook, dat zit ook in mijn energie. Ik kan vrij rustig zijn, maar nu ben ik totaal niet rustig, omdat dan ook in tijd stop met werken, dan heb ik mijn andere job ook loslaten en ben ik zo alcoholcoach geworden. En vaak, diep van binnen, diep van binnen, dan voelen wij wat wij moeten doen. Maar de meeste mensen, heel vaak zijn de mensen dus bang, blijven ze hier in hun angst zitten om te stappen wat ze echt zouden willen doen. En eigenlijk, het proces, het tegenoverstellen van angst is liefde. En je moet eigenlijk altijd de liefde in jezelf cultiveren of gaan voelen. En dan, bam, dat kun je er eigenlijk gewoon echt voor gaan. En een van de andere angsten dat ik ook ooit had, was mijn eerste boek in de wereld te zetten. Mijn eerste boek van de druppel, hij ligt hier ook ergens. En, maar mijn boek de druppel in de wereld zetten was voor mij mega angstig. Waarom? Dat was mijn persoonlijk verhaal, hoe dat ik stopt was met drinken. En mijn ouders waren niet echt mega fan van dat ik zo aan iedereen ging vertellen dat ik een alcoholiek was geweest. En dat was echt voor mij een moeilijke keuze om die boek uit te brengen. Maar ik heb dat gedaan en dat heeft ook weer veel dingen in gang gezet. Doordat ik die boek had uitgebracht, ben ik ook zo in de krant gekomen. En eigenlijk, elke keer als je angst hebt, dan moet je iets doen. Moet je dan weer iets doen en dat zet altijd iets anders in beweging. En eigenlijk, dat is wat ik doe doorheen de voorbije jaren. Ik heb altijd mensen in beweging gezet. Ik heb altijd mensen proberen te inspireren om een leven, om een dingen aan te pakken, om dan ze gelukkiger worden. En je moet er echt voor gaan in het leven, dat is gewoon super belangrijk. En natuurlijk, we maken soms goede beslissingen, we maken soms geen goede beslissingen, maar je kunt enkel maar iets weten als je de beslissing hebt genomen. En heel veel mensen willen die zekerheid, maar in het leven heb je geen zekerheid. In het leven is er heel veel onzekerheid en ergens moet je er gewoon durven voor gaan. Dat is zo belangrijk. En dat is echt zo'n beetje mijn filosofie. Ik weet niet of dat jullie iedere dag bijna een optreden, jaren aan een stuk. Allee, het was niet dat hij een vrij gezonde kerel was, maar die zei altijd, tu dois y aller tout au bout. Je moet er echt voor gaan. En er zijn zoveel mensen die sterven, of mensen die niet content zijn, of mensen die zeggen van ja, maar ik had het zo willen doen in mijn leven, of ik had het zo willen doen in mijn leven. En de top 5 most regrets in life, dat is van, ik heb mijn eigen leven niet geleefd. Ik vind wel dat het een beetje donker is, zo kan ik checken of ik dat kan verbeteren. Maakt niet uit. En ik heb mijn eigen leven niet geleid, is de most regret. Dan heb je zo van, ja, ik ben mijn eigen dromen niet achterna gaan. Ik heb wat dat bij mij enorm, waar ik enorm veel mee bezig ben, is van kijk, als ik op een dag sterf, wil ik echt alles gedaan hebben, wat ik in mijn mars had, wil ik. Ik heb al jarenlang het idee om mijn boek van de druppel gratis weg te geven. Ik heb ondertussen al 40.000 weggedeeld. En dat is bij mij zoiets van, kijk, ik wil dat blijven doen. Ik voel dat ik dat moet doen. Dat zijn dingen in beweging. En ik ga echt voor mijn eigen ideeën in het leven. Ik ga ervoor en aldoende leert men. Ik heb echt nergens spijt van. Heel veel mensen hebben spijt naar hun verleden. En je moet jezelf maar ook de vraag stellen. Stel dat hij je leven hernieuw zou mogen doen. Zou hij de dingen anders doen? En in het algemeen, zijn we ergens content over onszelf? En met ik ben content waar ik vandaag sta. En al die ervaringen in het verleden die hebben mij gemaakt tot wie dat ik vandaag ben. En dat is ook superbelangrijk. Is spijt hem van het leven. Dat je moet ergens proberen alles te aanvaarden wat de tijd spookt in je leven. En dan daar op een goede manier naar kijken en daar dingen uit leren. En dat is wat ik altijd gedaan heb. En bijvoorbeeld ook een van de zaken die ik ook gedaan heb, en ik wil even mijn
dat mijn liefde naar haar was. En op een dag is ze een beetje uit het niets gestorven. Ze was wel een tijdje ziek, maar... En dan opeens was dat zo bij veel mensen van, oei, ik wou nog